video van mij. Dit is niet zomaar een video. Dit wordt een video waarin Laura en Ryan weer thuiskomen. Woe, ik heb er zin in. Het is zaterdagmorgen en ik heb nog veel te doen. Ik ga dit hele huis nog eventjes schoonmaken. Dan komen ze lekker fris en fruitig thuis in een schoon huis. Dus ik ga even rondrennen als een kip zonder kop. Daarna moet ik nog wat dingetjes doen. En dan komen ze als het goed is vanavond thuis. Dus dan ben ik zo benieuwd naar alle verhalen. Ik ben al zelf al een keer eerder in Thailand geweest. En ik heb echt een stukje van mijn hart daar achter gelaten. Ik vond het zo'n fantastisch land. Zo lekker eten. En niet dat het heel mooi en heel luxe is. Want dat is het juist absoluut niet. Maar omdat de cultuur zo anders is en zo primitief. Vond ik het echt wat hebben. Dus ik ben gewoon super benieuwd hoe zij het gehad hebben. Ik ben net wakker, dus ik zie er echt uit op stront. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik zie jullie later. Everyday routine om de dag goed te starten. Vitamintjes. Vroeger at ik dus altijd melk met cornflakes of wat dan ook. Of met kruisli of met yoghurt. Ik heb alleen gemerkt dat mijn lichaam niet meer zo heel goed tegen zuivelproducten kan. Dus wat ik tegenwoordig gewoon doe is... Ja, ik heb het gewoon het geluk dat ik echt alles lust. Dus ik neem oatleaf. Dus gewoon havermelk. Maar je hebt ook amandelmelk. Je hebt soja, sojamelk. Wat ik inmiddels ook neem, zijn niet meer gewoon die kruislies van de supermarkt. Er zit A, heel veel suiker in. Maar B, het is ook heel veel dezelfde granen. Dus ik mix dat af en toe gewoon met glutenvrije van de Albert Heijn. Er zitten gewoon chocoladebolletjes doorheen. Dus je proeft eigenlijk niet eens dat het glutenvrij is. Maar je krijgt dan toch weer even andere stoffen tot je die voor het lichaam makkelijker te verteren zijn. Dus daarom ben ik daar een voorstander van. En ik heb nog iets anders voor jullie. Ik weet niet of je het nu doet, maar kijk. Normaal doet hij het dus altijd en dan wil ik iets voordoen voor jullie en dan doet hij het dus niet. Anyway, als je dus een pak zo houdt en je bent zo aan het schenken en het komt er zo klots, klots, klots eruit. Weet je wat je dan moet doen? Dan moet je het pak draaien en dan moet je gewoon zo schenken. Serieus, probeer het een keer. Als het er klotsend uitkomt uit zo'n pak, draai het pak om en schenk dan nog een keer. Dan klotst het er dus niet meer uit. Gemberwortel. Stukje van afbreken. Je haalt gewoon het schilletje van de wortel af. En op het moment dat je dat gedaan hebt, snij je hem gewoon in plakjes en doe je het in een glas. Zoek maar eens op wat gember voor je doet. Ik vind het gewoon lekker, maar er zijn heel veel mensen die kijken me echt heel raar aan. Daarnaast is het super gezond. Het is ontgiftend. En als je echt last van een keelheid of verkoud hebt, dan is het heel... Het is een beetje scherp. Dus het maakt het echt schoon. En ik vind het gewoon heel lekker. En het is gezond voor je. Ik heb een rare gewoontes. Videootjes editen. Yeah. Lashes. En brows. Nou, hè, Jezus Christus, ze zijn eindelijk thuis. Ze zijn thuis. Nee. Daar is Kat. We hebben nog steeds een kerstboom of zo. Ja, natuurlijk. Het is nog geen eind januari. Oh ja, klopt. Hebben jullie een wereldreis gemaakt of zo met z'n tweeën? Oh man, hou op. Schat, je bent terug. Oh my god. Oh, wie wel heeft gemist? Jezus. Jij maakt zo elke keer. Lekker ding. Hey, Flip. Ryan. Jezus, lang geleden gauw. Neem er, pak er. Pak er. Hey. Ik ging rechten. Dan was ik zelfs zo te rechten. Maar was even in het bootje. Ik mocht alleen vasthouden. Helemaal dom. Oh mijn god. Dit was echt geen rechten. Dit was gewoon een soort van tour waar we mee mochten. Oh, we zijn ook naar een tuinbokswedstrijd geweest. Oh, ja, hoe was dat? Dat was echt de shit. Oh ja? Dat was wel heel heftig. Die kleintjes vind je dan wat minder tof om te zien, want dat is wel breed. Maar op een gegeven moment was het echt heftig, hè? Ja, we zaten echt front row. En ze zijn echt diehard, hè, daar. Ja, niet normaal. Wacht, dit moet je nog een keer vertellen. In de eerste 5 dagen heb ik... 2 keer per dag gemasseerd. En op de 5e dag zeg ik tegen Lau, volgens mij moet ik niet meer gaan masseren. Ik kon niet meer bewegen. Nee. Ik was 4, 5 voor het masseren. Serieus? Ja man. Toen heb ik 2 keer per dag? Toen heb ik 1 dag rust geweest en toen weer, elke dag 2 keer. Serieus? Toen heb die vrouw me uitgelegd dat je die Thaise massage moet je dus niet, die echt die Thaise, die moet je dus een dag douchen laten.
Een één dag gewoon maar. Ja, dat je een dag... Maar hij deed elke dag Thai. Ik deed elke dag die Thai gewoon. Gewoon echt dat rest. Die ander maakt niet uit, die ontspanning van z'n allen. Elke dag die... Maar deed dat geen pijn? Op een gegeven moment wel, ja. Ik denk, nou, dit gaat niet goed, man. Dus was die Thai zit even vast. En vriend, die voetreflex. Die voetreflex. Dat is heftig, hè? Lekker. Ja, dat is bizar, hè? Elke dag. Elke dag. En daarna ben je helemaal ontspannen. Ja, en, maar je voelt je echt boter. In Thailand. En dan loop je naar buiten, het is 30 graden. Weet je wat wij hadden gegeten? Net voordat we gingen slapen, gingen we s'avonds eerst het hele lichaam masseren. En daarna nog voeten. En daarna nog een keer en dan naar bed. En daarna nog een keer. Dus we staan, ik ga ook naar Thailand. Alle twee uur lang waren, zaten we zeggen. lag ik naast Lau en ik kijk naar Lau ook zo. Laat ze met dat klikje. Ik ging helemaal. Hold up, wait a minute. Laura, doe je dansje. Oké, we waren op zo'n Phuket bij Bangla-Road, zeg maar zo'n gigantische feeststraat. Er stonden allemaal Aziatische meisjes op de bar. En dan stonden ze. Hey. Maar dat is hoofdje ook zo. In de... We dachten, waarom bewegen ze niet? Ze stonden allemaal zo. Het is zo raar. Zo raar. Het is heel awkward. Ja. Het is heel awkward, I know. Jij kan het wel heel goed nadoen, moet ik eerlijk zeggen. En sommigen, ja goed hè, sommigen stonden dan ook nog op zo'n trillend ding. Vrede, die stonden dan op een plateautje, ja, van de bureau. Dus ze stonden die meisjes alleen maar zo. Hè? Alleen maar de hele lijf was dan aan het shaken, maar ze was alleen maar bezig. En dat was wel, probeerde ze wel te dansen, maar dat weet je hoeveel kracht dat zo is ziek op. Oh nee. Dat meisje was nog geen 14. Nee, die was echt niet. Echt? Ja, dat is Thailand dus ook. Ja, dat heeft ook die kant. En dat vond ik minder. Dat was dus op een gegeven moment was er een straat waar we dus liepen voorheen. Ja. We liepen en scooterden. Ja. We gingen aan het einde van het eiland. En als je dan op een gegeven moment links of rechts van je keek, zag je alleen maar aapjes zitten. Maar niet die bruine aapjes die je ook al ziet. Maar het waren zwarte apen met lang haar. Dus allemaal biepfluff. Echt? Ja, ze hadden een wit neusje en twee van die witte oogjes. En ze zaten gewoon... Ik werd helemaal gek. Ik zei, hi, stop. Apen! Ja, zo leuk. Maar het is zo bijzonder. Maar ze doen niks. Ze zitten gewoon. Alleen maar te zitten. Te eten en te doen. Echt? Ja, maar ik zeg, ik vind dat zo bijzonder als ik die apen in de natuur zie. Dat vind ik echt. Ja, I know. Ik kan daar uren naar kijken. Ze leven daar gewoon in het wild. Ze zijn ook voor niemand. Niemand hoeft ze te hebben. Er hoeft geen stempel of armband om of zo. Nee, zo leuk. Maar die zwarte apen waren echt heel cute. Maar Fred, wij gaan eventjes bijklessen nog. Ik krijg lamme armen, dus ik wil even alle ins en outs weten. Het is zondagmorgen en ze zijn inmiddels terug. Ze hebben goed geslapen, ze waren vroeg wakker. Jetlag noem je dat. En ik ben zo blij dat jullie er weer zijn. Maar ik loop zeg maar al anderhalve week rond met echt een soort van uitgroei hier. En ik dank nog steeds van ja, ik ga naar de kapper. Maar Ryan heeft me een klein beetje verpest. Die heeft gewoon tot nu toe 3 keer mijn haar geknipt. Zie je de best? Alle 3 keer was het zo belachelijk goed. Dat, ja. Ik zei, grap. I got this. Luister dan, jij gaat mijn haar knippen. Dus, ik zit weer in de stoel. Oké, okay, de voor. Die voor. Oké, okay, we zijn done. Hier aan de bovenkant doe ik niks, want daar maak ik dan later altijd mijn eigen koepje van. Klap ik gewoon zo dubbel. Maar 2 streepjes hier, zijkanten gewoon weer mooi kort. Ik laat later wel even het resultaat zien als ik mijn haar helemaal heb gefixt. Dan gaan we even opruimen. Het is eigenlijk heel suf, want ik wil Ryan een soort van aanprijzen, maar hij is helemaal geen kapper. In een ver verleden ben je ooit kapper geweest, toch? Ja, ooit. Maar het is echt, hoe lang is dat geleden? Net 2 weken geleden. lang geleden. Dus sorry jongens, ik krijg alleen een voorkeursbehandeling. Wat ik alleen vergeten ben, is door te filmen. Ik ben inmiddels op Amsterdam Centraal. Het is denk ik 7 uur nu. 7:15 en ik moet om 7:00 bij die vrienden zijn van me. Dus ik ben eigenlijk helemaal vergeten te filmen verder. Gewoon druk, gezellig, kletsen met Lau en Ryan over hoe ze het gehad hebben. En gelijk koken en wassen en dingen doen, opruimen. En dan weer opschieten en hij heeft mijn haar echt fantastisch geknipt. Ik heb voor het eerst van mijn leven heb ik 2 streepjes. Woehoe! Maar het is echt, hij is echt de shit. Het is alleen jammer dat ik hem dus niet kan aanraden voor anderen.
Want hij doet het niet meer. Dus helaas. Maar goed, oké, ik ga me snel haasten. Ik ga zo een trammetje pakken. En dan zie ik jullie gewoon later. Doei! Oké, inmiddels is het 11:30 geweest. En ik ben weer op Centraal Station in Amsterdam. Uitgestorven op dit moment. Ik ga lekker naar huis. Ik ben kapot. Neem de trein. En nou, ik het weer voor gezien. Vond je deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet je ondertussen wederom niet te abonneren. Als je op de hoogte wil blijven van deze video's. En ik zie jullie snel in mijn volgende video. Dank jullie wel voor het kijken. En tot snel.